Dag jongens en meisjes, ik wens jullie vast zalig Pasen. En normaal hoort het eigenlijk ook wel gewoon in een kerkviering te zeggen zalig Pasen, maar ik doe het nu hier, bij een graf. Want over een graf, daar gaat Pasen over. Een graf dat leeg is. En voor ik daar iets over wil gaan vertellen, zal ik eerst het verhaal vertellen dat over Pasen gaat. Jezus was in een graf gelegd en 3 dagen nadat hij in het graf was gelegd, kwam Maria Magdalena naar zijn graf toe. Heel vroeg, op de eerste dag van de week, het was nog donker, ging een vriendin van Jezus, Maria uit Magdala, naar Jezus' graf. Toen ze daar kwam, zag ze dat de steen voor de ingang van het graf weg was. Ze liep vlug naar Petrus en Johannes en zei, ze hebben Jezus weer weggehaald uit zijn graf. Johannes en Petrus keken Maria ongelovig aan. Hoe kan dat nou? Wie zou het nou gedaan moeten hebben? Maar Maria hield vol dat het waar was wat ze zei. Goed, zeiden Petrus en Johannes, we zullen ook even gaan kijken. En ze liepen zo vlug als ze konden naar het graf. Johannes was er het eerst. Hij keek voorzichtig naar binnen, maar zelf bleef hij buiten staan. Toen kwam Petrus. Hij liep meteen naar binnen. Hij zag wel een paar lakens liggen, maar verder was het graf leeg. Hij wenkte Johannes. Maria heeft gelijk, zei hij. Johannes knikte. Ja, we moeten haar nu wel geloven. Maar wat moeten we doen? Petrus schudde zijn hoofd. Ik weet het niet. Toen liepen ze langzaam naar huis. Pasen gaat over een leeg graf. Maar misschien als ik jou zou vragen waar gaat Pasen over, dat je bij jezelf ook wel denkt aan de paaseitjes. En misschien wel zelfs aan de paashaas. Maar zeker aan de paaseitjes. En als je denkt aan een paasei, of gewoon aan een ei, wat je 's ochtends eet bij je ontbijt en misschien met Pasen juist extra veel. Ik heb gewoon even een ei meegenomen. Dan lijkt zo'n ei eigenlijk gewoon op een steen. Een gewone, doodnormale steen. Maar een steen, daar kan niks op groeien. Een steen, daar kun je tegen iemand aangooien, daar kun je mee bouwen. Een steen is hard. Maar verder doet een steen niet zoveel. Een steen is doods. Zo'n ei lijkt wel op een steen. Maar dan wel een heel bijzondere steen. Want wat zou je nou doen, wat zou met deze steen nou gebeuren als die onder een kip ligt? En als dat 3 weken op dat ei ligt, wat gebeurt er dan met die steen? Dan komt er leven uit, dan komt er een kuikentje uit. Een prachtig, leuk en lief kuikentje. Dus dat eerst wat dood leek, als een dode steen, dat komt nu leven. En dat verbinden wij ook met Pasen, met het verhaal van vandaag over een graf. Dus eigenlijk zo'n steen als een graf, waar leven in zit. Pasen gaat over leven. Leven waarvan je denkt dat er geen leven is. Leven zoals als iemand doodgaat in een graf. En misschien heb je wel een opa of oma die dood is gegaan, waar je heel veel verdriet van hebt. Of misschien dat hij al niet meer is en waarvan je nooit eigenlijk precies geweten hebt hoe hij of zij uitzag. Of iemand anders in de familie. En we luisteren aan een verhaal van een leeg graf, terwijl eigenlijk Jezus daar zou moeten zijn. Jezus zou in het graf moeten liggen, maar het graf is leeg. En wat met Pasen vieren, is dat God maakt dat Jezus weer leeft. Niet zomaar leeft, dat als je hem weer terugziet, dat hij hetzelfde is als hij voordien was, maar wel op een andere manier. Maar wel leeft. En het verhaal ook over Pasen, wat ik net verteld heb, over Maria uit Magdala en Petrus en Johannes. Dat gaat ook over 3 mensen die op een verschillende manier willen gaan kijken en willen gaan zien
hoe dat leven eruit ziet. Maria die gaat treuren bij het graf. Haar tranen die houden als daar tegen om goed te kunnen kijken. Maar dan ziet een leeg graf, maar denkt alleen maar, ze hebben Jezus weggehaald. En dan zegt ze tegen Petrus en Johannes. En Johannes die gaat als eerste, die gaat kijken, die gaat een beetje onderzoeken. Maar die blijft al buiten staan. En Petrus die durft wat meer. Die gaat in het graf. En die ziet dat de witte doek daar ligt. En met een hoofddoek wat er normaal op het gezicht lag, een beetje ergens weggerold. Het gaat over kijken. Goed kijken en met geloof kunnen kijken. En ook met zo met geloof kunnen kijken, dat als je denkt dat het afgelopen is, dat de dood het is, en de dood is wel het allerlaatste wat in je leven kan gebeuren, dat in me alles voorbij is. Maar als wij geloven in Jezus en geloven dat Jezus leeft, betekent dat God maakt dat de dingen niet altijd meteen voorbij zijn. Betekent nu dat opa en oma ook weer terugkeren uit de doden? Nou, daar zou ik niet op verwachten. Maar wel dat je op een andere manier je opa en oma of andere mensen van wie je houdt weer terug kunt zien. En dat Jezus laat zien en dat God door en in Jezus heeft laten zien dat dat gebeurt en dat kan. Denk maar aan een ei als je het opeet. Want dan laat God aan jou zien en met Pasen zien dat datgene wat dood lijkt en afgelopen lijkt altijd weer een kans is voor een nieuw begin. Ik wens jullie allemaal zalig Pasen en geniet van een ei en probeer ook juist in jouw leven te laten zien dat daar waar het afgelopen lijkt ook altijd nieuw leven mogelijk is.